Visgedijk en ik speel de moeder van Even. En vandaag zijn wij in ons huis, zal ik maar zeggen. En hebben wij net allerlaatste scène opgenomen. Eigenlijk zijn we er nog mee bezig, maar het is heel erg warm. Dus elke keer als we even klaar zijn, schiet iedereen er binnen. Als je nou daar even kijkt, zie je ook dat iedereen citroenlimonade aan het drinken is. Zet maar door. En insmeren, kijk, want anders krijg je van die rare wielrenarmpjes nu hier. Dan verbrand je hier en dan is dit helemaal wit. Dus de hele tijd zonnebrand insmeren en dat soort dingen. En ik denk dat het nog wel even gaat duren. Ik heb ook al helemaal van die hele dikke voeten, weet je wel. Alsof je een hele dag al op het strand aan het wandelen bent. Maar het is wel leuk. Ik ben Daan Schuurmans en ik speel de rol van de vader van Eva, Koen Vels. De film gaat eigenlijk over een meisje wat op een bepaald moment iets ziet wat ze niet mag zien. En dan komt ze in een vrij ernstige situatie terecht. En kan ze niemand meer vertrouwen, zelfs haar vader niet. Het leuke van een familiefilm is dat je natuurlijk met kinderen speelt. En kinderen zijn heel speels en die reageren heel echt. En acteren is natuurlijk een vorm van reageren. En dat hele oprechte, eerlijke reageren, dat levert soms hele mooie scènes op. Het zijn drie hele getalenteerde kinderen. Ik kende Niels, kende ik al, want die heeft ooit mijn zoon gespeeld in Keizer en de Boeradvocaten. En de andere twee nog niet, maar die zijn heel getalenteerd en heel professioneel. Dus het was een feest om met ze te werken.